Gerard Joling heeft zijn mening gegeven over het annuleren van Gordon's theatertournee en werkzaamheden in Nederland, en noemt het zielig voor iedereen. De twee zangers, die in het verleden regelmatig samenwerkten, waren nu betrokken bij een situatie die volgens Joling vooral nadelig is voor de mensen achter de schermen. In een interview met RTL Boulevard uit de Joling zijn zorgen over de gevolgen van Gordon's beslissing. Dit is natuurlijk altijd heel vervelend, benadrukte Joling. Hij wees op de impact op de muzikanten, strijkers, blazers en achtergrondzangers die al maandenlang ingeplant waren voor de theatertour. Hij stelde vragen over de afgesloten verzekering en vroeg zich af hoe alles geregeld was. Voor alle betrokkenen beschreef Joling de situatie als hartstikke zuur en benadrukte de ongelukkige omstandigheden die dergelijke beslissingen met zich meebrengen. Volgens de zanger krijg je bij het uitbrengen van een nieuw album natuurlijk altijd wel commentaar en kritiek. Deze week was volgens Joling een hele zure week, wat de emoties en impact van de gebeurtenissen onderstreept. Gordon, die onlangs na acht jaar zijn nieuwe album, album van mijn leven uitbracht, rechtvaardigde zijn keuze na kritiek op zijn comeback. In een verklaring bedankte hij degenen die al kaartjes hadden gekocht en verzekerde hen dat er vanuit de theaters contact met hen zou worden opgenomen. De situatie heeft duidelijk een breder effect dan alleen op de artiest zelf en de reacties van betrokkenen, zoals Gerard Joling. Geven inzicht in de complexiteit en uitdagingen van het leven in de entertainmentindustrie.